vanaf morgen zijn wij weer een week lang in Keulen te vinden voor Gamescom. Yay, Gamescom 2016! Zes redacteuren. Van maandag tot en met zondag zijn wij te vinden in het Duitse Keulen voor games. Ik dacht dat je een trailerstem aan het doen was. Zes redacteuren. Één gamebeurs. Talloze games. 250.000 riekende gamers. Ja, dat vooral. Het gaat meuren daar. Maar goed, we hebben de agenda. Het heeft even geduurd. We hebben de constructief, mooi structureel voor ons overzichtelijk gemaakt welke games we gaan checken. Al 7 jaar lang. Ja, dit is hetzelfde schema. Peet opent telkens dezelfde Excel sheet en we krijgen dit. Het is super overzichtelijk. Dus wij weten welke games we gaan checken. En we dachten, we gaan even snel alle hoogtepunten langs. Dat jullie ongeveer weten welke games je kunt verwachten in een preview of een video preview. En van wie? Want dus dat zijn natuurlijk, we gaan met 6 man. Het is niet dezelfde line-up als vorig jaar. De cast is dit jaar natuurlijk Peter. Onze Leon 1.0, onze Leon 2.0, Daniel die hier zit, onze Stijn, die is niet veel op video geweest, maar die gaat nu waarschijnlijk veel op video verschijnen. Ja. En ik, ondergetekende. En dat zijn de 6 strijders in Keulen. Ja, en we hebben van woensdag tot en met vrijdag afspraken, dus 3 dagen lang. Ja. En laten we maar gewoon maar met de woensdag beginnen. Ja, we hebben woensdag gaat Peter langs bij Bethesda voor de VR-shit. Dus dat is heel interessant. Ik had Fallout 4 al in VR gecheckt op E3. Nou krijgt Peter de kans om ook Doom bijvoorbeeld in VR te gaan checken. Waarschijnlijk ook iets langer. Dus stel, heb je nog vragen over hoe ziek je wordt van in het rondspinnen in Doom en zoveel mogelijk demonen kapot maken. Dan moet je bij Peter zijn. Dat is wel heel erg vet. Verder, jij bent bij 2K. Jij gaat heel veel shit van 2K checken. Heel veel van 2K checken. Eigenlijk de hele line-up, maar sowieso Mafia 3. Die heb ik vorig jaar natuurlijk... Heb ik de aankondiging van gezien. Ik ga hem dit jaar ook weer checken. En ik hoop dat ik hem ook mag spelen. Maar ja, ik mocht hem dus niet spelen op E3. Dus ik hoop heel erg dat... Want de game begint er nou toch een beetje aan te komen. Waarschijnlijk krijg jij hem wel gewoon onder de knoppen. Dus mocht je vragen hebben over Mafia 3. Daniel is je guy. Sowieso mogen alle vragen hieronder. Dat is precies. En verder natuurlijk Civilization 6. Waar ook al een uitgebreide hands-on preview van op de site staat van Koen. Dus we gaan kijken wat jij er nu van vindt. Je lijkt wel meer op een groot denker uit Civilization. Omdat je wel de baard hebt. Een iets sterkere baard dan Koen in ieder geval. Iets minder rood. Ik ben woensdag ook bij Bethesda heel eventjes voor Prey. Hopelijk Prey. Ik hoop het heel erg, want die game, ik wil gameplay zien. En gewoon, serieus, heb je die laatste trailer gezien? Die was fucked up creepy. Dus dat is echt best wel hype ervoor. En Dishonored 2, dus dat is sowieso een goeie. En daarna meteen heel veel Electronic Arts dingen. Dus alles van EA. Dus sowieso voor ons zijn het belangrijkste. Titanfall 2, Titanfall 2. FIFA zou ik dan weer niks mee hebben, maar goed, gaat iemand anders nog wel een keer van langs. Dus ook EA wordt helemaal gecoverd, kun je van ons verwachten. En een interview met de gasten van Destiny, waar ook Leon bij is. Dus Leon gaat heel veel nieuwe shit van Destiny checken. En een interview, dus daar ben ik dan aan het filmen. En dan mag je je vragen voor de Destiny guys, mag je ook hieronder droppen. Dan gaat Leon daarmee aan de slag. Ja. En dan hebben we nog Stijn, en die is eigenlijk heel veel Japanse meuk aan het checken. Ja, heel veel Japanse en heel veel wat kleinere. Dawn of War 3? Dat is wel, Dawn of War 3 zou wel heel interessant kunnen zijn. Natuurlijk Warhammer, hè? Ja, dus dat is wel, is ook zo. Warhammer doet het goed de laatste tijd, dus ja. Ja, en verder, aan het einde van de dag, Leon gaat natuurlijk zoals elk jaar Call of Duty checken. Ik had hem niet eens gezien, man. Call of Duty is er, dat is wel speelbaar. Want op E3 hebben ze altijd hands-off en op Gamescom altijd hands-on. Dus de nieuwe Call of Duty Infinite Warfare en Modern Warfare Remastered, want die spenderen ze ook wat tijd aan. Dus vragen daarvoor, hit ons op. En jij ook nog Injustice 2. Ja. Wat wel echt, serieus, die ga je zo leuk vinden. Ik denk het wel. Ja, echt. Ik ben wel benieuwd. Ja, dus, die gaat heel vet worden. Oké, donderdag. Want woensdag is een pers-only dag. Ja. En donderdag niet. Nee, donderdag lopen alle gamers al rond. En dan moeten wij ons door de meute heen gaan wurmen om van afspraak naar afspraak te gaan. Of van de persruimte naar afspraak. En het dus zijn ook niet zomaar een paar afspraken. Want volgens mij is de donderdag nog wel voor iedereen eigenlijk de drukste dag. Is best wel druk. En Peter begint best wel lekker. Want die gaat bij Ubisoft langs. En die mag Watch Dogs 2 gaan checken. Ja, en Star Trek. Bridge Crew. Ja, die VR-game. Die vindt hij wel heel fucking saai is, want je zit alleen maar. Oké. Nou ja, tenminste dat lijkt me zo saai. Okay. Dat je daar alleen maar zit en zo. Van, de grootste Star Wars fan ooit. De Star Trek. Precies. Ja. Nou ja, en hij gaat natuurlijk ook nog langs bij Nintendo. Dus dan heb je The Legend of Zelda en zelfs de nieuwe Mario Party titel. Maar The Legend of Zelda is natuurlijk wel waar de meeste mensen benieuwd naar zijn. Want wat wordt het nou eigenlijk? Wordt het de Zelda game of wordt het Skyrim meets No Man's Sky meets Zelda? Ja, wie weet. De donderdag staat ook in het teken heel erg veel van Xbox. Jij gaat langs bij Gears of War 4. Ja, Forza Horizon 3, Dead Rising. Nog meer Xbox platform demo ook voor wat er gaat gebeuren met het Xbox platform. En Sea of Thieves, die ik zelf, waar ik heel hype voor ben. Dus ik ga volop
fanboyen met mijn Sea of Thieves shirt langs bij Sea of Thieves. Piraat zijn, dus ik ben, daar ben ik absoluut heel benieuwd naar. Leon is trouwens ook bij Xbox, dus het wordt sowieso heel druk. Jij gaat langs bij South Park, bij Ubisoft. Ja. En er is net bekendgemaakt dat die Nautilus Rift is aangekondigd. VR, de volgende stap in VR is het ook ruiken. Dus dat is wel een leuke afspraak. Ja, dus dat hij gaat met een Rift simulator om zijn neus zitten, die game spelen. Dus ik ben wel benieuwd. ik wil dat gevlogd zien. Over nou die mensen van, hey, you like VR? This is the new way. This is the next step, the next big step. Dat is echt een revolutie binnen de gamewereld. Rift te ruiken, lijkt me heerlijk. Goed, Leon die gaat ook langs bij Namco, Leon Stouki, onze Leon 2.0, die gaat langs voor Dragon Ball Xenoverse 2, waar we niemand over horen praten, maar we zien op Gamersnet dat de preview heel goed is bekeken, dus er zijn schijnbaar toch heel veel mensen. Er zijn best wel wat fans op de site. Ja, er zijn toch wel wat Dragon Ball fans? Yeah. Oké, okay, nou ja, dus dan stel je wil iets weten over Dragon Ball Xenoverse 2, Leon is je guy. Stijn gaat naar Blizzard. Die gaat onder andere iets met World of Warcraft een Q&A houden. Ja, hij heeft twee Q&A's. Ook voor Hearthstone. Ook voor Hearthstone. Dus dat is wel heel erg tof voor iedereen die daar iets over wil weten. Ja, nee, maar waarschijnlijk zit hij daar met de grote pieven van Blizzard. En is het gewoon een zaaltje met wat mensen die vragen mogen stellen. Dus mocht je vragen stellen, kun je die via Stijn kun je die channelen naar gewoon echt de makers achter WoW en Hearthstone. Dus ja. En hij heeft eindelijk wel een hele toffe game. Farming Simulator 2017. Yes! Eindelijk een keer. We zijn heel al serieus. 6 jaar lang zijn we grap aan het maken over hoe slecht die game is op Gamescom. En terwijl eigenlijk langzaam maar zeker is het alleen maar populairder geworden. Precies, dus nou gaan we hem eindelijk ook een keer serieus behandelen. Ja, er staan nog wel meer op de planning. Maar we gaan gauw door naar de vrijdag. Mind you, dit zijn echt alleen de hoogtepuntjes, zeg maar. Hè. Dus ertussen zitten nog heel veel dingen. Je kunt straks ook onze complete agenda gewoon downloaden. Het is een enorme plaat. Dus kun je zelf zien wanneer welke redacteur waar is voor welke game. Precies. En wie je dus tweet of precies, wie je dus moet tweeten of je vragen of whatever. Ons een bericht sturen. Je mag me bellen als je wil. Vrijdag vindt ik ontzettend vet, want ik mag langs bij Ubisoft voor For Honor. Jee, je gaat een viking zijn. Oh, die vind ik zo vet. Ik hoop gewoon echt dat ik hem mag spelen. Ik hoop voor jou dat Jason Vandenberg er is. Dat jullie gewoon, weet je wel, elkaars baard kunnen kroelen of zo. Ik heb die kerel dus jaren geleden gezien toen hij Red Steel ontwikkelde. Oh, Red Steel 2 was dat, zijn interview, ja. Klopt, ja. Dat is super vet. Dus ik hoop dat hij er is. For Honor, man. Mensen in elkaar slaan als viking, samurai of ridder. Dus dat wordt sowieso wel interessant. Verder ook heel veel tech dingetjes. We gaan nog langs bij Speedlink. We gaan langs bij wat andere kleine dingetjes. Nacon. Leon nog langs bij Lenovo. Dus daar wordt ook een beetje die dag mee ingeroosterd. Dat is een andere dag. Maar... ja, Plantronics inderdaad ook. We hebben echt heel veel van die kleine tech dingetjes die we ook nog oppakken. Maar goed, wat ik vooral heel interessant vind voor jou is Wargaming. Kan je nog even langs? Dus ik neem aan Master of Orion, waar al een release date van is verschenen. Ja, maar ook waarschijnlijk voor World of Warships. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk voor nieuwe content. Misschien de PlayStation 4 versie van... Dat zou kunnen. Zou kunnen. Ja. Ik heb, en daar ben ik serieus wel heel hype voor, ook een leuke afsluiter, een diepte interview met de Overwatch guys. Dus ik ga bij de mensen van Blizzard zitten om te vragen waarom is D.Va nou zo fucking veel te sterk en waarom heb ik nog steeds niet mijn Zenyatta Victory Pose. Zenyatta. Alleen maar over dat personage. Ik ga alleen maar lullen over dat personage en ik hoop dat de voice actor er ook is. Nou ja, anyway, mocht je nog vragen hebben over Overwatch, ik neem ook aan dat Blizzard van Overwatch wat nieuwe heroes aan gaat kondigen. Dat zit heel erg in het verlengde dat ze dat op Gamescom gaan doen. Dus waarschijnlijk kunnen daar ook vragen over gesteld worden. Mocht je dus vragen hebben die nu, as we speak, oppoppen of later, hit me up. Dan gaan we die vragen gewoon stellen aan de gasten van Blizzard. Ja. Ga ik ze aan de tand voelen. Ja, dat was het, denk ik. Dat waren een beetje de hoogtepunten. Zoals we eerder zeiden, het schema komt op gamesnet.nl. Dan kun je hem downloaden, kun je precies zien wanneer wie waar is. Ja. Of wie waar, wie wanneer waar is. En je hebt natuurlijk de dagelijkse vlogs. Zodat je op de up-to-date bent met wat we allemaal meemaken in Keulen. Want tussen de games door gebeurt een heleboel gekke stuff. We gaan nog een paar keer pilsen. We zijn al uitgenodigd voor een maffiafeestje. Er komt waarschijnlijk weer een wargaming feestje. Dus het wordt super druk. Je kunt ons op alle manieren volgen. Doe dat. Absoluut. Oh, en de giveaway, de goodie giveaway. Natuurlijk, zoals elk jaar en zoals altijd met E3 en met Gamescom, alles wat we verzamelen aan goodies. Misschien dat we er 1 of 2 dingen uitgerissen voor onszelf, maar eigenlijk gaat alles gewoon door naar jullie. Alles van voor Anna gaat naar mij. Ja, precies. Sowieso. Wow, een opladpaard. Nice. Maar nice. Nee, het is echt... hou ons in de gaten, want waarschijnlijk vanaf dag 1 op Gamescom gaan we goodies verzamelen. En elke dag van Gamescom gooien we een nieuw bericht online met nieuwe foto's van wat je allemaal kan winnen. Dan moet je gewoon zeggen, ik wil dit winnen, ik wil dat winnen. En we houden jullie daar ook nog met een video van up-to-date. Maar echt, er gaat van alles gebeuren. Absoluut. Dus, vissa's aan. Vanaf morgen. Gamescom. Dus tot in Keulen.